6 of 7 jaar geleden viel mijn stem weg. Ik ging naar een neus-, keel- en oorarts en raadpleegde een logopedist. Niet alleen gebruikte ik mijn stem verkeerd, mijn stembanden bleken niet zo goed op elkaar aan te sluiten. Daardoor verlies ik veel lucht en heb ik weinig basklanken. Luid praten is moeilijk. Dan ga ik al gauw hoger spreken. Dat is heel slecht voor je stem. 3 maanden lang, 2 keer per week, zat ik bij de logopedist. Ademhalingsoefeningen, uitspraakoefeningen, mijn mond meer opentrekken, uitleg over hoe we precies spreken en huiswerk. Als je leerlingen rumoerig zijn, probeer je daar bovenuit te komen. Maar niet te luid praten is een betere tactiek. Bovendien, straal je rust uit. Andere trucs? Rustpauzes inbouwen en de leerlingen zelfstandig aan het werk zetten.